Trelawney, you piece of shit, zit je hier? Kan ik ook doen, mijn revolver zo'n beetje overhalen. Waar is mijn revolver? Dat kan ik ook doen, mijn revolver pakken. Someone got here first. Hey, what the fuck, Charles? Stop keer met mij te pesten? What the fuck, man? Doe de move tegen pesten. Goodbye. Dat was een beetje te veel bloed. En nu gaan we het met een double barrel shotgun doen, hè. What the fuck, waar kwam hij ineens vandaan? We hebben geen goede tijd, denk ik. Iemand looten die geen kop meer heeft. Oh, een mooie boot daar. Misschien is er een dikke easter egg als we op die boot daar schieten. Nope. Inderdaad. We hingen gewoon door de struiken heen. Dat kan blijkbaar zomaar. Bridge. They ruined this county. We gaan deze keer de Lancaster en de carbine repeater pakken. Take out the stable hand quietly. Door een molotov op hem te gooien. Dat was niet het slimste idee dat ik ooit heb gehad. Baard met een B op zijn kont. Twins, but I was born first. He came out all yellow and black. Een of andere marginaal heeft mij op mijn oog geklopt. Dat deed een beetje pijn aan mijn rug. I have a few commitments over this way. Commitments? Jij verwacht commitment! Oh my god, hij is zo sad, man. A short walk in a pretty town. Well, goodbye, Sean. Laten we een beetje duel wielden, hè. Jack is dus ontvoerd door Mrs. Braithwaite. Fuck jullie! Als Arthur fucking oude hoek, dat is fucking geweldig, man. Een piano? Aan een muziekje spelen? Dat gaat blijkbaar niet. Je service mag eigenlijk ook wel kapot. Whisky! Alcohol is iets wat jouw denkende mind... Shut up! Arthur, we need you up here now! No, you don't. Wow, Dutch, is dat niet een beetje te agressief? Ach ja, boeien, het heeft iemand ontvoerd. Aha, your house is on fire. Ja, nice hè, zo van een afstandje praten. Yay! Zomaar een gun weggooien, oké. Okay. Welkom in Saint-Denis. Dit is echt een hele vreemde fontein. Hallo mevrouw. Zitten wij nog in Amerika? What the fuck? What the fuck, ben ik naar de hemel aan het lopen of zo? Stupid ass! I was only messing, partner. Die guy dacht dat ik met hem wou vechten. M1899 pistool. Een Schofield revolver. Nooit gedacht dat s'avonds in Saint-Denis lopen zo leuk kon zijn, man. Dit is dus de Schofield revolver. Het schiet fucking snel, man. En hier is het pistool. Ja. Only a trim or something fancy like? Something fancy like, natuurlijk. Dit is mijn hairstyle geworden. You are a true progressive. Anyone dumb enough to want to vote, I say go for it. Ik heb een nice outfit gekocht. So, how you get on? Oké, die gaan naar boven. Wat zou daar gebeuren? Dit is die high tier fucking poker table, man. Hier moeten we straks naartoe komen. Have you seen any kids around this way? Dit ziet er zo fucking sketchy uit. Look at them fine steel. Fucking good kind, waarom steel je mijn shit? Kom kind! Gewoon kinderen bang maken, waarom niet? Kom aan! Oké, we hebben hier dikke freerunners in deze stad. Gast, ik heb fucking iets van 30 schoten op u gelost. Hoezo stopt je niet? Auw! Dat was heel fucking creepy, man. Oh, dat was een dikke gambler, man. You got to know and to hold them. Oké, waar zijn de fucking grave robbers? We zijn hier dus door de dood aan het lopen. Neem in Schofield, bitches. Jesus, dit is de perfecte gun combinatie, man. What the fuck, man? Kut, de law is daar, je hoort de fluitjes. Dat zijn de primitieve sirenes van de politie. Aanvalshonden. Oké, let's get the fuck out of here. Oké, een bounty van $190 op mij. Ah, die fluitjes maken mij fucking terrified, man. Ja, godverdomme. En wat als we hier opklimmen en een dikke parkourjumper over doen? Nee, dat gaat niet lukken. Oké, we hebben een nieuw paardje. We mogen wel een keer een nieuw paardje hebben, I guess. Yeah.